Leuk dat jij naar deze vlog. Even op ons een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En laat in de comments weten of je het leukste stuk van de zaal zit. Nou, veel plezier met kijken. Doei. Zaterdag en de kindjes hebben net les gehad bij Roos Dijssen. Super gaaf. Maar Henja heeft het dus koud. In het zonnetje. En dan staat ze dan met 3 dekens over zich heen te rillen. Gekke pony. Vandaag is dinsdag. Tess heeft helaas andere bezigheden. Tenminste, die mag 2 dagjes niet rijden. Omdat ze een straf heeft. Niet leuk. Maar ja, soms zijn de dingen zoals ze zijn. Dus Kim rijdt even. En ik ben nu zelf wel. Ja, dan voel je je als moeder best wel schuldig. Want je kind heeft straf. En zelf zit je dan op je paard. En ja, dat voelt dan toch wel een beetje dat je denkt. Ik vind het zielig. Neem niet weg. Afspraak is afspraak. En dingen moeten ook gewoon aangekomen worden. Je moet ook gewoon dingen doen. Je kunt niet gewoon maar je eigen ding blijven doen. Helaas, zo werkt het niet. Het is prachtig weer. Dus ik snap niet waarom iedereen binnen aan het rijden is. Ja, er staat wel veel wind. Die is ook best koud. Maar als je er een beetje op kleedt, is het echt heel fijn. En Vroon heeft er zin. Ik zal het even laten zien. Kijk, prachtig zonnetje. Vroon met de oortjes die denkt, oeh, ik zie allemaal dingetjes. Ik ben wel blij met mijn microfoon nu, want anders hadden jullie er waarschijnlijk helemaal niets van verstaan. Maar het is echt wel heel mooi zo hoor. Dan weet je weer precies waarom je paard rijdt. Ik heb je gat in je neus. Vandaag is Valentijnsdag. Ik heb allemaal lekkere hapjes gemaakt. Wat dan? Ik had een microfoon gemaakt van appel en... Hier, nee nou! Appel en... Bel houdt gewoon niet van pepermunt. Ze houdt wel van pepermunt. Nou, met moeite hoor. Vind je niet lekker, Bel? Dus ja. Valentijn krijg je vieze pepermuntjes. Pa. Zie je, dat vind je wel lekker. Ieuw, zegt ze. Nee! Ieuw, zegt ze. Alleen zit er honing aan. Ze zegt, ik hoef die smurrie niet. Zie je? Ik hoef die smurrie niet, zegt ze. Zoek het uit met je smurrie. Wat heb je nog meer? Ik had een emmertje met gras. Peentjes. En appel en mandarijn. Oké. Nou, happy Valentijn dan, hè. Kom nou eens hier. Hier. Nou zeg. Zo, lekker aan het spelen in de bank. Ik was voor jullie de weekvlog aan het editen. Het is vandaag vrijdag, dat doe ik altijd op vrijdagochtend. En toen kwam ik erachter dat ik niet zoveel opgenomen had deze week. Toen dacht ik bij mezelf, hoe komt dat? Nou, dat ga ik nu met jullie delen. Zoals jullie misschien nog weten via Instagram of Facebook... zijn wij aangesloten bij EAS Communications Social Talents. En daar worden wij geholpen in het vinden van sponsoren, maar ook van het doen van allerlei super gave dingen, bepaalde evenementen en zo. Dat is natuurlijk onwijs gaaf. Alleen ineens komt er dan ook best wel heel veel op je af. Geen enkel probleem, alleen maar gaaf en leuk natuurlijk. Maar ik moet wel een nieuwe flow vinden in wat ik aan het doen ben. Dus waar leg je je prioriteiten? Wat doe je wel? Wat doe je niet? Wat is slim? Wat is minder slim? En dat kost me dus eventjes wat aanpassing. Dus ik dacht, ik neem jullie even mee in de auto en ik ga jullie allemaal even vertellen wat we allemaal aan het doen zijn. Nou ja, zoals ik al zei, co-social zijn we mee bezig. Dat betekent dat we uitgenodigd worden om een aantal activiteiten te ondernemen. Dat klinkt natuurlijk heel vaag, maar ik kan natuurlijk niet alles gewoon voordat het helemaal geregeld is al gaan vertellen en uitleggen. Maar ik kan je vertellen dat er echt onwijs gave dingen tussen zitten. We hebben inmiddels ook super gave sponsor erbij gekregen. Echt heel erg gaaf. Dus dat gaan jullie binnenkort ook meemaken. Het grote voordeel van dit soort projecten is natuurlijk ook nog dat we meer kunnen doen. We kunnen meer laten zien. We hebben meer ruimte om video's straks te gaan maken. Op dit moment heeft het niet, maar straks wel. En dan hebben we dus ook meer tijd om super gave dingen aan jullie te laten zien. En dat vind ik wel heel erg leuk. Daarnaast komt natuurlijk, niet te vergeten, 7 en 8 april het Paarden YouTubers Live Event. Nou, dat is natuurlijk het evenement van het jaar, kunnen we bijna wel zeggen, voor ons Paarden YouTubers. Omdat we dan met alle Paarden YouTubers tezamen in Ermelo jullie mogen ontmoeten en dingen met jullie mogen gaan doen.
Daar wordt het programma voor gemaakt. En ik moet iets leren waar ik niet zo onwijs goed in ben, kan ik je vertellen. De meisjes zijn daar een stukje beter in, maar ik not so much, zullen we zeggen. Er komt een hele gave opening. En daar moet ik dus bepaalde skills voor ontwikkelen. Ja, die skills heb ik dus helemaal niet. Dus voor mij is het echt doorploegen en gewoon doen. Ik hoop dat jullie een beetje lief voor me zijn als jullie die gezien hebben. Ja, nou ja, ik zal waarschijnlijk veelvuldig te zien zijn daarna op Dumpert of zo, denk ik. Maar dat maakt niet zoveel uit. Soms is het gewoon leuk om dingen te doen. Wij gaan daar natuurlijk een show geven. Nou ja, natuurlijk, wij mogen daar een show geven. Dat vind ik heel erg gaaf en super lief. En daarnaast komt er natuurlijk een meet and greet en er komt nog heel erg veel meer. Als het goed is, komt binnenkort ook het programma online. Ja, ik kan niet steeds naar jullie kijken, want ik moet natuurlijk gewoon auto rijden, dat is belangrijker. Er komt dus een programma online en dan weten jullie ongeveer wat we allemaal gaan doen. Er zullen er vast nog wel wat op- en aanmerkingen zijn, of misschien wel dingen die erbij komen. Dus nog een paar verrassingjes zullen er vast bij blijven. Het is dit jaar ook 2 dagen. Ik kan je vertellen, dat zorgt ook voor een enorme hoeveelheid aan organisatorisch talent. Inmiddels hebben wij een editor erbij, gelukkig. En dat is Merel. Superleuke meid. Zij edit voor ons af en toe nu. En dat helpt mij wel al enorm. Tess is lekker aan het rijden. We gaan natuurlijk veel naar Vereniging Eigen Paard. En dan Frank Jespers en Roos Dijssen. Dan moeten de ponies ingeladen worden en heen en weer gereden worden. Dat is best wel veel tijd. Dat is wel heel erg gaaf om te doen. Maar ik merk wel dat tijd inmiddels iets luxueus begint te worden. En dat ik het dus handiger is om hier en daar wat dingen te veranderen. Nou, daarbij hebben we een moeder en dochter, Monique en Fenna, erbij gekregen. Die voor onze paardjes zorgen een paar dagen per week. Voor het buiten zetten, voeren, dat soort dingen. Dus daar zijn we echt heel erg blij mee. Want dat scheelt mij in ieder geval in de ochtend best wel wat tijd. Omdat ik Verona elke ochtend, en natuurlijk Henja en Bella, maar Verona moet gewoon veel bewegen. Dus die moet ik elke ochtend zeker uit haar box halen en dan in de stapmolen zetten. Want als ze niet beweegt, dan zullen haar darmen stil kunnen komen te liggen. En dan heeft ze straks weer coliek. En dat willen we natuurlijk al helemaal niet. Maar goed, die zorg wordt dus 3 dagen per week van mij overgenomen. Dus daar ben ik echt heel erg gelukkig mee. Dus nu weten jullie ongeveer wat we allemaal aan het doen zijn. En ja, ik hoop dat jullie al kaartjes hebben voor het Paarden YouTubers Live Event. Heb je dat nog niet? Hieronder in de beschrijving staat natuurlijk een link. En daar kan je voor zowel zaterdag als zondag kan je dan kaartjes kopen. Het zijn 2 verschillende linken. Voor de zaterdag een link en voor de zondag een link. En dan, ja, uitverkocht is uitverkocht. Dus dan, want meer mensen mogen er gewoon niet in Ermelo. Dus dan houdt het een beetje op. Maar zorg dus dat je je kaartjes op tijd hebt. Het is namelijk al over een krappe 2 maanden, nog niet eens. 1 maand en 3 weken of zo. Dus ben je in staat om te komen? Mag je komen van je ouders? Dan zeker doen. Daarnaast hebben we nog Balans Hibiek. Dat is ook van Vereniging Eigen Paard. Of dat die helpen daarin organiseren in ieder geval. Daar gaan wij ook heen. Dat is meer voor een wat ouder publiek, zullen we maar zeggen. Het is heel erg gericht op technische gezondheid. Op hoe kan je een paard kopen. En ja, nou ja, meer echt over het paard zelf. Daar mogen wij 2 kaartjes voor weggeven. Dat zullen we binnenkort even die actie online gaan doen. Want die kaartjes zijn eigenlijk voor iemand die dit jaar een paard zou of een pony zou willen kopen voor zichzelf of voor iemand anders. En ik kan me voorstellen dat als je een paard of pony gaat kopen, dat er echt wel heel veel op je afkomt. Kan ik daar nog zulke mooie video's over maken. Maar dat wil niet zeggen dat je dan alles al weet en of dat je geen vragen meer hebt. Dus dan is Balans Hibiek echt wel de uitgelezen, ja, het uitgelezen evenement om heen te gaan. Het is een ex-lo, dat is wel aan de andere kant van de wereld. En dan in plaats van rechtsaf, linksaf en dan nog 5 minuten. Dus het is voor ons wel heel ver. Maar het is wel een heel gaaf evenement. Waar je alle informatie aan allerlei deskundigen kunt vragen. Als het gaat om aankoop van je paard of pony. En buiten dat heb je al een paard of pony. Of pony is het ook wel een heel gaaf evenement. Omdat je al je vragen daar kwijt kan en heel veel kunt leren. Het is echt een, ik wil niet zeggen wetenschappelijk, dat is het zeker niet. Maar het is wel een ontzettend interessant evenement met heel veelzijdigheid aan
clinics en workshops. Ik zal die link ook even hier beneden in de beschrijving zetten, zodat je het even kunt zien. Inmiddels hebben jullie de hele rit meegemaakt van 8 minuten naar... En ik knip wel in deze video, want ik zit ook wel een hoop te zeggen. Maar goed, jullie zijn de hele rit mee geweest naar de manege. Dus ik ga nu de paardjes loszetten. Verona gaat de stapmolen in. En dan ga ik vanmiddag nog een stukje voor jullie filmen over testen aan de rijders. En volgens mij gaat Kim rijdt altijd op vrijdag. Dus Kim rijdt vandaag Verona. En dan ga ik straks voor jullie verder editen. En daar is mijn vriendinnetje. Lekker naar de stapmolen, het paard. Het paard heeft er altijd wel zin in. Ik vind dat altijd wel fijn, eventjes een wandelingetje maken. Hier. Dus, nou, ga mee. En hier ben ik met mijn allerkleinste vriendinnetje. Hallo, de Sweetiebel. Het is ook echt wel een sweetie, hoor. He? Ja, je bent wel een van de allerschattigste Barbieponnetjes van het hele kabouterdorp. Die gaat de paddock in. Die kan zowel in de paddock als in de stapmolen. Maar het is vandaag echt prachtig weer. Wel ziet wat, geloof ik. Dus dan doe ik haar even in de paddock naast Henja. Dat vindt Henja fijn. Dat vindt Bella fijn. En dan beweegt ze zelf wel. Verona en Bella, of Verona en Henja, dat zijn niet van die bewegers. Ja, ga maar. Hop, hop. Hutsa. Dus die bewegen niet zoveel. En dan staan ze stil. En dat is voor Verona niet goed. Voor Henja maakt dat natuurlijk niet zoveel uit. Maar voor Verona is dat dus niet goed. Dus nou, ga ik Henja halen. En hier ben ik met mijn stoerste vriendinnetje. Ze is heel cool. Maar ze had weer wat last van eczeem. Dus de maandjes zijn er weer af. Maar goed, als het helpt, dan helpt het. Het is natuurlijk niks vervelender als jeuk. En die gaat ook even lekker van het zonnetje genieten. Ja, toch? Ja. Zo, allebei lekker even in het zonnetje. Maar dan zal het gelijk rollen. Wel zo'n plekje aan het zoeken om te rollen, volgens mij. Ja, die blijft hier. Waarom? Ga lekker in het zonnetje rollen. Of iets wat je altijd graag doet. Het is droog de grond, dus wat wil je er meer? En Bel kan ook de plekje niet helemaal vinden, geloof ik. Nou ja, komt zo meteen vast wel. Oh, daar gaat ze. 1, 2, boef. Ah, lekker. Kijk dan. Ja, dat is toch lekker, lekker rollen. Prachtig weer, na de les. Nog eventjes kijken of ze over een balkje heen gaat. Helemaal erheen, loop er maar rustig heen, laat hem maar ruiken. Deze weekvlog. Geef hem een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Dus tot de volgende keer. Doeg!